Tavares twee Russische boeren. De een heet Igor, de ander heet Boris. En ze zijn allebei straatarm. Maar er is één verschil. Boris heeft een graapmagere geit. Hij is dus beter af. En Igor is stikjaloers op Boris. En op een dag komt er een vee. En die zegt tegen Igor, je mag een wens doen. Je mag alles wensen. Dus wat zul je denken? Wenst die een dikke geit? Wenst die twee geiten? Wenst die een kudde geit? Hij is in elk geval dan beter af dan Boris, op wie hij zo jaloers is. Nee. Wat vraagt hij aan de vee? Ik wil dat de geit van Boris dood neervalt. En zo geschiedde. Oké, nou daar heb je eigenlijk het wezen van de afgunst te pakken. Dus je gunt iemand anders het geluk zo weinig dat je niet eens maar aan je eigen geluk denkt. En dat is in wezen wat jaloersheid, wat afgunst is. Het groen en geel zien. Het zijn ook de kleuren die er meestal mee worden geassocieerd. Geel, dat is eigenlijk de kleur ook van de galblazen. Je bent gewoon bitter van nijd. Het is geen leuke situatie om in te zitten. En wat je tegenwoordig ziet, denk ik, is dat ook in onze samenleving, in onze welvarende samenleving, in tegenstelling tot die Russische samenleving van Igor en Boris, is de afgunst wijdverbreid. En dat heeft met een paar factoren te maken. Ironisch genoeg heeft het te maken met onze eigen welvaart en het feit dat we allemaal relatief goed af zijn, en sommigen natuurlijk nog steeds een stuk meer dan anderen, en dat we die welvaart ook etaleren. Dat we die welvaart laten zien, via social media. Het heeft te maken met de reclame die constant ons oproept om hetzelfde te bereiken als je buurman of je buurvrouw, en het liefst nog meer. Het heeft te maken met ons gelijkheids- en democratiseringsideaal. Het idee dat iemand toch niet boven iemand anders mag uitsteken. Dus eigenlijk gaat afgunst terug op een hele diep menselijke behoefte. A, om gelijk te zijn aan anderen. En B, en dat is een beetje, of dat lijkt een beetje tegenstrijdig, om eigenlijk boven die ander uit te stijgen. Dus die afgunst is alom aanwezig. Hoe ga je ermee dealen? Wat kan je eraan doen? Want nogmaals, afgunst is geen fijn gevoel. En het leidt ook vaak tot acties richting andere mensen die niet positief zijn. Op het moment dat jij ze iets wil afnemen, ontstaat er natuurlijk een zekere sociale strijd. En ontstaat er ressentiment, wrok. En dat is eigenlijk best wel gevaarlijk voor een samenleving. Ik zou zeggen, op de eerste plaats heeft het te maken met wel wat meer gelijkheid creëren. Waar ongelijkheid onverdiend is, denk aan de enorme bonuscultuur, denk aan het feit dat sommige topmensen honderden keren zoveel verdienen als hun werknemers, zou je kunnen zeggen, laten we de situatie wat meer nivelleren. Laten we een level playing field proberen te krijgen. Absoluut. Maar dan nog zijn er situaties waarin anderen wel degelijk verdient, omdat ze er simpelweg heel hard voor hebben gewerkt of een godgegeven talent hebben. Of om wat voor reden dan ook, waar je hun het misschien moet laten. En daar is het niet zozeer gelijkheid, maar gelijkmoedigheid. Het aanvaarden van ongelijkheden, van verschillen die ten nadele van jou kunnen uitpakken, maar die onvermijdelijk zijn of die verdiend zijn, dat kan ook. Nou, je kan zeggen, en dat hebben denkers ook in de loop van de eeuwen gezegd, dat er ook een positieve werking van diezelfde afgunst kan uitgaan. Want het leidt er ook toe dat je je best gaat doen om net zo goed of beter af te zijn als dan iemand anders. Dus het houdt eigenlijk het streven naar welvaart en naar vooruitkomen en naar dingen ontwikkelen en dingen uitvinden, houdt het gaande. Dus dat is een gezond aspect eraan. Tegelijkertijd is de vraag wat we met dat nare gevoel willen doen en het explosieve karakter ervan. Het grappige is dat in de Griekse oudheid er een gewoonte was om ervoor te zorgen, een soort veiligheidsventiel, om als het ware de stoom van de afgunst te laten ontsnappen in de samenleving. En daar gebeurde dat door degene die vaak het beste af waren en op wie heel veel afgunst was, te verbannen. En dan werd dus door de bevolking, degene die minder goed af waren, die braken een scherf af, een ostrakken, het werd ook ostracisme genoemd. Daarop schreven of krasten ze de naam van de persoon die verbannen moest worden. En die moest dan voor een bepaalde periode, hield zijn bezit, hield zijn leven, maar die moest een bepaalde periode weg uit die Griekse samenleving. Zul je zeggen, wat raar, kunnen zij toch niks aan doen? Maar wat hier bedoeld werd was, je had soms mensen die zo succesvol en gelukkig waren, die zo erg de goede kaarten van het lot hadden gekregen, dat andere mensen hen massaal benijden.
En zou je deze situatie simpelweg laten voortbestaan, dan kreeg je misschien een opstand, een burgeroorlog. Hè? Je kreeg allerlei nare effecten. Dus wat werd er dan gedaan? Dan werd de persoon in kwestie verbannen. Ik ga niet per se voorstellen dat we zoiets weer gaan doen. Hè? En wie dan degene zouden zijn die in aanmerking zouden komen voor zo'n ostracisme, voor zo'n verbanning. Dus ik denk dat er andere mogelijkheden zijn om onze behoeften, om daarin te voldoen, om ons te onderscheiden en om gelijk te zijn. Maar één punt hebben ze wel: op het moment dat mensen alleen maar de grote mannen of grote vrouwen een kopje kleiner willen maken en niet zelf vooruit willen komen en alleen maar in een soort ressentiment blijven hangen, dan ja, is dat ook niet goed. Dus wat we zeker ook moeten doen is, als wij zelf afgunstig zijn, denken: ja, maar wat kan ik dan zelf bereiken? En heeft die andere persoon misschien wel iets wat ik zelf ook heb, maar waar ik nog te weinig aan gedaan heb? De filosoof Søren Kierkegaard die zei ooit: afgunst is verborgen bewondering. Nou, dat is precies wat je ook kan uiten. Je bewondering voor mensen die iets hebben klaargespeeld wat jij nog niet hebt klaargespeeld. En dan kan je wrokkig en afgunstig zijn, maar je kan ook hard gaan werken om dat bij jou eruit te halen. En als je niet datzelfde vermogen bezit, om een ander vermogen uit te leven. Dus dat zijn eigenlijk een paar wegen waarop we volgens mij met de afgunst kunnen omgaan. Er is nog één laatste. En daarbij kunnen we ons laten inspireren door de Stoïcijnen. Die je leerden: op het moment dat jij als het ware de slechtere kaarten in het leven hebt getrokken. Jij hebt een bepaalde pech gehad. Hè? En geheel buiten je schuld en je verantwoordelijkheid om. En er is echt niks aan te doen. De samenleving is niet gelijker te maken op dit vlak. Jij hebt hier gewoon de slechtste kaarten getrokken. Het is nou helemaal niet anders. Je ziet er zo uit zoals je eruit ziet. Je wordt ziek. Je kan bepaalde huizen niet kopen omdat je op een gegeven moment in je leven een beslissing hebt gemaakt waardoor je nu niet het geld hebt om een huis te kopen. Je kan denken: ik moet iets van iemand anders hebben. Je kan denken: ik moet harder werken. Maar je kan ook denken van: ik aanvaard het. Dus oog in oog met deze ongelijkheid zal ik, dat is een mooi woord voor, gelijkmoedig zijn. Ik zal aanvaarden in plaats van iets aanpakken en iets ontwikkelen. En dat zijn wat mij betreft een paar manieren om op dit moment met de afgunst in jezelf, bij anderen, om te gaan.